Nou, we zijn op de Pfeiffer Big Sur Campground. We hebben vannacht geslapen. We hebben dus tussen de giants gestaan. De redwoods. Het is weer ongelooflijk. En dan moet je je voorstellen dat dit is dus de camping. Maar het is echt zoeken naar de buren. Zo ver zijn de plekken uit elkaar. Nou, een stukje verderop stond daar vanmorgen iemand, maar die zijn inmiddels al weg. Maar die bomen... Jongen. Ja, dit is echt ongelooflijk. Ook een beetje een gek idee. Want dit is dus wel een van de laatste keren dat we dit meemaken. Vertel eens over die setjes, Marleen, die je hier ziet. Ja, dat is heel bijzonder. Heel onmerkelijk hier. Als je dat vergelijkt met de redwoods waar we vandaan komen. Je ziet heel veel bomen bij elkaar staan. Nou, die ik net al liet zien dus. En hier rechts staat een hele mooie groep. Oh ja, dit is ook een hele mooie groep. Tentje is al ingepakt. Ons tentje wat al een half jaar meegaat. Ritsen doen het niet meer inmiddels. Maar goed, gelukkig regent het niet. Kijk, dit bedoelen we. Moet toch kijken, man. Ongelooflijk. Zo indrukwekkend. Oh, ik zie nog een plekje van iemand. Is dat zo? Ja, dat is toch wel 100 meter verder. Ja. Nou, dit gaan we dus nooit meer meemaken, hè? Zulke campings. Nee. Daar kunnen we in Europa nog wat van leren. Dan sta je gewoon hutje mutje. Kijk, daar tussenin zie je een picknickbankje. Oh, ja, maar er zit niemand. Nee, kijk maar, dat is wel een plekje. Oké, nou. Het is weer genieten. Oeh, dat is een felle zon. Toedeledokie. Dagboom. Ja, dagboom.